Dit is de podcast van de Nieuwe Zijl. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden en openlijk deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, zonder consequenties. Wij bieden realisten een veilige thuishaven om te kunnen discussiëren. Kijk op www.denieuwezijl.nl voor onze nieuwste artikelen en een overzicht van onze events. Ook zijn wij te vinden op onze Facebookpagina, hebben wij een eigen Facebookgroep en zijn we te vinden op Twitter op @denieuwezijl. Goedendag luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Nieuwe Zijl podcast. Ik zit hier weer met Perry Pierik en vandaag gaan wij het hebben over 70 jaar NAVO. Perry, welkom. Ja, hallo Bart, hoi, goedemorgen. Het is eigenlijk nu alweer iets meer dan een maand geleden dat de NAVO 70 jaar geleden is opgericht. Ja, dat klopt. 1949, hè? Ja. Het is een feest en het is geen feest, denk ik, op dit moment. Hè? Als we actueel kijken, inderdaad, is er nogal veel kritiek te geven op de NAVO, denk ik, op dit moment. Maar hoe was het in die tijd? Hoe was het in 1949? Nou ja, ik denk, kijk, als ik gelijk iets heel algemeens mag zeggen, denk ik toch dat die NAVO ons veel gebracht heeft in het Westen. Hè? Je weet hoe ingewikkeld het is geweest in de geschiedenis om dit soort grote veiligheidspacten eigenlijk op te stellen. Je hebt natuurlijk de allergrootste, zoals Verenigde Naties, die ze voorloper had in de Volkenbond. Ja. De Volkenbond was een mooi initiatief. Dat ontstond na de Eerste Wereldoorlog met het idee. Toch? Ja, de Amerikaanse president Wilson, die toch een vooruitziend ideaal heeft gehad van we moeten dat op een of andere manier, die verschillen tussen volken overbruggen en eigenlijk proberen oorlogen te voorkomen. Het is een beetje dat nooit meer oorlog gedachte die er bestond na de verschrikkelijke loopgravenoorlog van 1418. Het jammer is toen alleen geweest dat de Amerikaanse interne politiek eigenlijk een zweng maakte, weer terug meer naar wat meer isolationistische lijnen, waardoor eigenlijk de Verenigde Staten zelf geen plek had in die Volkenbond. Daarbij hadden de nieuwe landen, de Sovjet-Unie en Duitsland, daar ook aanvankelijk geen plek in. Rusland werd natuurlijk, de Sovjet-Unie werd natuurlijk als een soort revolutionair buitenbeentje gezien. Ja, en Duitsland was verslagen in de Eerste Wereldoorlog. Ja, werd gewoon monddood gemaakt eigenlijk. Precies. Ja. Nou, na de Tweede Wereldoorlog zie je dus dat daar wel lessen uit zijn getrokken. En dat de Verenigde Naties natuurlijk werden opgericht. En de VN heeft vervolgens weer samengewerkt met allerlei andere internationale organisaties. En de NAVO, als een verdedigingspact eigenlijk van het Westen, heeft daar toch een mooie rol in gespeeld in de geschiedenis. Dat was toch een soort veilige paraplu, waaronder de internationale politiek in het Westen kon opereren. Ja. Dat had ook opmerkelijke toetredingen. In 1949 waren natuurlijk vooral de typisch Westerse landen die daar deel aan hadden. Maar in 1952 kwam daar bijvoorbeeld bij Turkije en Griekenland. En heel opmerkelijk in 1955 West-Duitsland. Ja. Zien we dan ook al niet dat het eigenlijk natuurlijk al snel, waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad, een geopolitiek instrument wordt? Want je zegt nu 1955, maar vanaf dat jaar wordt ook bijvoorbeeld het beruchte artikel 5. Ja, zeker. Ja, een aanval op één is een aanval op alle. Juist, ja. Dat is inderdaad de kern eigenlijk van het hele NAVO-gebeuren, waardoor je eigenlijk sterk staat met z'n allen en waardoor je niet meer tegen elkaar kan worden uitgespeeld. Wat je bijvoorbeeld aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog had. Hè. Denk aan het verdrag van München, hoe Duitsland de Tsjechië inpikte. En zo rolde men langzaam eigenlijk die oorlog in. Met Duitsland erbij betrekken, zeker. Dat was natuurlijk geopolitiek. Men wilde Duitsland mobiliseren in die toenemende spanningen eigenlijk van de Koude Oorlog. Dat was natuurlijk ook een onzekere tijd. Stalin was kort dood. Ja, die was net de pijp uit. Dus daar waren allerlei ontwikkelingen aan de gang. En Duitsland is nu eenmaal toch op het Europese continent een enorme macht van betekenis. En door Duitsland te mobiliseren had de NAVO natuurlijk een enorme slagkracht extra. Dat heeft natuurlijk uiteindelijk wel toegeleid dat het Warschau-pact aan de andere kant ontstond. Maar ik vind altijd dat daar te veel nadruk op ligt. Want dat Warschau-pact, in
feite bestond dat natuurlijk al. Het was gewoon de Sovjet-Unie die dicteerde hoe het was. Maar daar is natuurlijk vanuit een soort nep-democratische show voor de wereld, is daar dus een soort... Nou ja, de landen smeekten eigenlijk de Sovjet-Unie om het voortouw te nemen, om hen te beschermen. Maar dat is gewoon een soort, dat is meer natuurlijk gewoon een beetje een simpel geval gewoon van propaganda vanuit het Westen om te laten zien dat die Warschau-pact een van een groot militair samenwerkingsverband was. Dat was eigenlijk het geval. Het was er al, maar het was ook vanuit Moskou werd het ook zo gezien. Ja, naar die satellietstaten. Het was van hen ook een prestatie van, kijk, wij zijn met z'n allen de verdedigers van de nieuwe wereld en we beschermen ons tegen het imperialistische, gewelddadige, kolonialistische Westen. Maar dat jaar 1955, dat was natuurlijk vooral ook interessant, omdat dat ongeveer 2 jaar ongeveer een jaar lang van pennenstrijd geweest tussen het Oosten en het Westen. De bekende Stalin-nota's. Ja. Stalin natuurlijk vroeg om demilitarisatie van Duitsland, zodat Duitsland kon verenigd worden. Ja. Maar die zijn helemaal stuk gelopen natuurlijk. Ja, dat is stuk gelopen. Het is met Duitsland eigenlijk helemaal misgegaan. Ja. We kennen natuurlijk ook de Berlijnse crisis die er geweest is. Gelukkig is het wel bij een koude oorlog gebleven. Maar het was natuurlijk geopolitiek op het scherp van de snede. We mogen alleen blij zijn, tussen aanhalingstekens voor ons, dat de werkelijke fronten uiteindelijk toch in de periferie lagen. Hè? In Azië en in Afrika. En dat had natuurlijk alles te maken met bepaalde processen die er aan de gang waren in de wereld, die een enorme uitdaging vormden. Een van die processen, misschien wel het belangrijkste, was de decolonisatie. De decolonisatie is natuurlijk een ontzettend ontwrichtend iets geweest in de wereld. Het was noodzakelijk in heel veel opzichten. Ik denk dat niemand bijna meer in het Westen zou pleiten dat we terug zouden moeten naar koloniale tijden. Dat paste ook niet bij het Wilsoniaanse zelfbeschikkingsrecht, wat al eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog was opgekomen. Dus dat is gewoon een idee wat postgevat heeft en de wereld gevormd heeft. Ja. Maar in diezelfde periode, zelfs nog eigenlijk ongeveer gelijke tijd, schreef Lenin zijn beroemde essay over vrijheid. En dat is een beetje het meest misbruikte. Was dat waren dat de aprilthesis? Of was dat net ervoor? Ik heb die tekst recent nog gelezen. Maar of dat aprilthesis. Ik weet niet of dat of precies over hetzelfde document praten, maar het ging er in ieder geval om dat Lenin bepleitte dat vrijheid, laten we zeggen, een mondiaal goed is wat voor alle volkeren zou moeten opgaan. Maar in werkelijkheid zat daar natuurlijk het draaiboek achter. Want vrijheid betekende het oprichten van de Sovjet-staat. Ja. Dat stond er niet zo expliciet. Het was zijn eigen zelfbeschikkingsrecht. Zijn eigen, Dus het was uit naam van de vrijheid bouwen aan het Sovjet-model. Het is net als de Oost-Duitsland, dat heette de Duitse Democratische Republiek. Maar in onze ogen was het niet democratisch. Nee, maar dat is altijd de truc geweest van de Sovjets, om alles democratisch natuurlijk te noemen. Hè. De ware democratie. In hun visie was het ook zo. Was dat denk ik ook zo. En, maar goed, daar kun je inderdaad van alles op aanmerken. Ik kijk altijd maar zo, waar kan dit individu zich het meest optimaal ontplooien? Dat was niet in de democratie van de communisten. Nee. Dus, maar wat je dus zag is dat aan de ene kant was er een proces aan de gang van decolonisatie. Aan de andere kant was er dat, laat me zeggen, de verdraaide vrijheidsstreven eigenlijk van de communisten die eigenlijk een heel ander doel dienden. En dan zie je dus, en dat zet zich eigenlijk versneld in na 1945, dat er overal vrijheidsbewegingen ontstaan. Geopolitiek gezien in de periferie eigenlijk van de Koude Oorlog. Dus in Azië met name, in Midden-Amerika, in het Midden-Oosten en Afrika. Daar ontstaan bevrijdingsbewegingen. En die bevrijdingsbewegingen werden eigenlijk allemaal gesteund door de Sovjet-Unie. Met het idee er natuurlijk achter van als wij dat anti-kolonialisme steunen onder het mom van het anti-imperialisme, dan slaan we eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Wij krijgen een vinger in de pap in die bevrijdingsbewegingen, zodat de communistische vleugel daar sterk wordt. Zodat als de Europese machten zich terugtrekken, kunnen we het communisme implementeren. Ja. En het tweede voordeel was, we kunnen de westerse intellectueel verleiden met dit verhaal. Ja, dat werkte succesvol. Dat is succesvol, Frits. Dus als je zegt van de NAVO, wat heeft het ons gebracht? Ik gaf even een soort korte eerste overview. Dan denk ik, het heeft ons veel gebracht.
in een tijd die zeer onzeker was. En die met name onzeker was door veranderde machtsverhoudingen in de wereld. Ja. Zoals we nu ook weer zitten in nieuwe machtsverhoudingen in de wereld. En daarom zei ik ook, het is een beetje tweeledig. Het heeft ons verleden ons veel gebracht. Ja. De toekomst staat onder druk. Maar vanaf wanneer zie je dan die kanteling? Want ik zelf zie heel erg de kanteling dat de NAVO dus op een gegeven moment eigenlijk min of meer gewoon een Amerikaans instrument wordt. Of nou, het was natuurlijk eigenlijk altijd al een Amerikaans instrument. Hè? Dat was natuurlijk gewoon een militaire bufferzone ja. natuurlijk creëren. Maar vooral natuurlijk, hè, naarmate de Sovjet-Unie afbrokkelt, hè, in de jaren 1990 zie je natuurlijk dat de NAVO heeft gesprekken met Gorbachev, waar verdragen worden getekend, waarin de NAVO eigenlijk zegt van we gaan niet uitbreiden. Hè? Die uitbreiding in het ja. oosten gaat niet komen. Ja. Maar een jaar later valt de Sovjet en het gaat eigenlijk al direct mis. Want de NAVO komt er meteen aan. En tot op de dag van vandaag is het natuurlijk weer van de grootste kritieken natuurlijk, dat de NAVO continu maar uitbreidt. Ja. En mensen zien, dan weten die later dan zien, weet je, waar de NAVO-lidstaten zitten, of waar militaire bases zitten van de NAVO, of waar NAVO-oefeningen worden gehouden. En het is altijd, gezellig dicht bij de Russische grens, om het zo maar te zeggen. Zeker. Nou ja, het is natuurlijk toch opmerkelijk dat verschillende voormalige Warschau-pact-landen nu onderdeel zijn van de NAVO. Ja, terwijl sommige Scandinavische landen niet eens lid zijn van de NAVO. Nee, ja. nee dat is waar. Ja, waar is het omslagpunt? Ik denk inderdaad dat de... Ja, kijk, het is ook bijna inherent aan machtsdenken, want daar heeft natuurlijk de NAVO mee te maken. En ook heel moeilijk beheersbaar op het moment dat jij een machtsvacuüm ziet, om dan de zelfdiscipline op te brengen om je in te houden. Ja. En ik denk, als we nou gaan terugkijken op die geschiedenis, ik denk dat dit de grote vraag is. En dat uiteindelijk tot spanningen leidt. We hebben, ik heb al eerder gewezen op het belang van het boek van die Samuel Huntington over botsende ja. beschavingen. The Clash of Civilization. En die praat er eigenlijk over, niet zozeer over etniciteit of dat soort dingen, maar wel over cultuurgrenzen die er zijn in Europa. En dan zie je natuurlijk toch op het moment dat jij die cultuurgrenzen benadert ja. of probeert op te schuiven, dat je toch in een nieuw spanningsveld komt. En ik denk inderdaad dat het Westen, wat al te gretig is geweest na 1989, we hadden eigenlijk veel beter, denk ik, net als na de Tweede Wereldoorlog, vanuit een gebaar, eigenlijk vanuit een winnaarsgebaar, een verzoening aanbieden. Ja. Dus net als de Marshallhulp eigenlijk was voor Duitsland, en dat je echt probeerde dat land eigenlijk weer op te bouwen en op ja. te nemen in de volkerenfamilie, is dit toch te veel een vernedering geweest, denk ja, ik. Ja, want ook die expres natuurlijk, die privatiseren van de energiesectoren natuurlijk. Hè, dat heeft natuurlijk door al die oligarchen geleid in Rusland. Maar dat is natuurlijk ook een geopolitieke zet natuurlijk om de Russische staat natuurlijk los te krijgen van ja. al die researches waar Rusland zo groot mee is eigenlijk. Ik denk dat men Rusland te veel als een buit heeft gezien. Ja. De eerste instantie, ik moet wel zeggen dat we zijn nog niet zo ver, denk ik, dat we dat historisch helemaal kunnen interpreteren, hoe dat nou precies gegaan is met die oligarchen. Het zijn nog steeds lopende zaken, dat het nog... Zeker, en ik heb me daar zelf ook wel eens in verdiept. En er zijn wel een aantal mensen die daar boeken over hebben geschreven, maar die gaan dan vaak weer over personen, zodat de oligarchen... Ja. Het is een beetje moeilijk, want je hebt ongeveer 12 echt hele grote oligarchen gehad, hè? Dat was die club van 12. Ja. Maar je hebt in principe in totaal ongeveer 200.000 oligarchen gehad in Rusland in de jaren 90, waarvan een kwart hè, naar het westen zijn gegaan. Hè, ja. Nadat Poetin natuurlijk aan de macht kwam. Ja. Dat zijn al die Engelse rijke Russen natuurlijk die we allemaal wel kennen. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk geroofd in dat land. En ja. ze hadden natuurlijk ook een beetje pech met Boris Yeltsin als... Ja. Als sterke man die eigenlijk zijn grote moment heeft gehad toen hij op die tank voor de Duma ging staan. Ja. Maar voor de rest toch eigenlijk vooral in half benevelde toestand dat land geleid heeft. Maar die bleef een paar jaar in zijn overwinningsroes zitten. Die bleef zitten, ja. Die was meer rond de tennisbaan dan dat hij in het Kremlin liep. En ja, het lastige is natuurlijk toch wel dat in die tijd... Ja, men praat in het verleden wel over het Wilde Westen, maar dit was het Wilde Oosten. Ja, er zijn ook onwijs veel mensen omgekomen in die tijd. Men praat over 500.000 doden. Ja. Voornamelijk aan jonge mannen die allemaal
een beetje zo'n Scarface of Scarface-achtige carrière wilde opbouwen. Ja, maar als je die verhalen leest uit die tijd van die maffiacultuur die er bestond, hè, dat er dus gewoon straatbendes gewoon tegen winkeliers zeiden van, hé, je hoort toch van al die overvallen? Nou, wij kunnen je beschermen. Ja, maar dan moet je wel een kwart van je winst per week afstaan. Weet je, dat soort stateloosheid eigenlijk gewoon van... Het was rechteloosheid en stateloosheid. Wat natuurlijk heel gevaarlijk was. Ja. En kijk, ik begrijp het wel. Het is natuurlijk heel erg des mens dat op het moment dat je ziet dat daar een machtsvacuüm ontstaat, dat daar dat zo'n gebied geïnfiltreerd wordt. En dat bedoel ik niet eens zozeer. Natuurlijk vanuit de NAVO werd daar militair geïnfiltreerd in de zin dat men opschoof naar de grenzen. En de Sovjet-Unie viel natuurlijk ook uit elkaar gewoon als statengemeenschap. Ja. Dan kwam dat Gos dan weer voor terug. Maar je zag dus dat daar gewoon aan de grenzen werd opgedrongen. Maar ook een ideeëngoed van het Westen. En nou niet het meest humane deel van het ideeëngoed. Vond daar snel ingang. Paste misschien ergens ook wel weer een beetje bij de toch wel anarchistische cultuur die de Russen ook hebben. Want ik weet niet of je ooit wel eens in de vliegtuig van Moskou terug naar Nederland hebt gezeten vol met Russen. Je krijgt een Rus niet in een stoel met een riem om, hoor, in een vliegtuig. Nee, ik vind het heel wonderlijk eigenlijk hoe de Russen erin geslaagd zijn zo'n totalitaire staat te leiden. Dan moet je wel voorstellen hoeveel terreur daarbij te pas komt voordat je die Russen in de pas hebt lopen. Maar het paste dus ook wel een beetje bij dat Russische element. Sonja Margolina, dat is een Russische cultuurfilosoof, die noemt dat de eeuwige puberteit van de Rus. De Rus wordt eigenlijk niet echt volwassen. En die zag wel wat in die soort 50 cents-achtige carrière die er in één keer gemaakt kon worden. En in die tijd bestaan er ook legio grafstenen in Rusland waar dan zo'n grote Cadillac op staat. Ja. Weet je, die zijn dan doodgeschoten. Het is get rich of die trying. Ja. Dat idee. Nou ja, ik heb me daar enorm over verbaasd hoe dat gegaan is. Maar het heeft wel een naar klimaat geschapen, want in de vernedering van de uitbreiding van de NAVO en natuurlijk het verval wat je had eigenlijk in het dagelijks leven gewoon van die voormalige Sovjet-Unie, ja, daar is wel zo'n Poetin natuurlijk uit voortgekomen. Ja, en die wordt ook op handen gedragen door de generatie die de jaren 90 heeft meegemaakt. Juist. Het grappige is juist dat die, en dat lezen we dan bijvoorbeeld in zo'n kwaliteitskrant als de NRC natuurlijk. Hè, van ja, Poetin verliest steeds meer steun onder jongeren. Maar die jongeren die hebben nooit de chaos van de jaren 90 meegemaakt natuurlijk. Nee, hij wordt gedragen door met name de pensioengerechtigden. Ja. Die pensioenen zijn op een gegeven moment ook omhoog gegaan. Hij heeft een einde gemaakt aan iets. Ja, je moet je voorstellen, de Sovjet-Unie had in ieder geval in naam het altijd over rechtvaardigheid en dat soort zaken. En in één keer was het een voorkomen wilde westen in dat land. En ook bijvoorbeeld de persoons- en de bezitskadasters, die bestonden niet. Hè? Natuurlijk, want onder de Sovjet-Unie was alles van de staat. Ja, 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 en toen de jaren 90 natuurlijk begon, niemand wist nou voor wie dat huis nou was. Je kon je hele leven wonen. Wat een chaos. Maar dat eigendomsrecht, dat hadden ze nog helemaal niet. Dat moest ons dat nou eens voorstellen eigenlijk, hoe erg dat geweest is. Dus dat is natuurlijk gewoon een lastig punt geweest. Kijk, Poetin die heeft wat dat betreft, de macht lag eigenlijk gewoon net als bij Lenin in de goot van de straat. Ja. En hij heeft dat opgepakt. Hij kon terugvallen op, laten we zeggen, zijn oude kennis eigenlijk van hoe die geheime diensten waar hij uit voortkwam. Ja. De voornaamste vijand was altijd de interne wereld, hè? En die heeft hij weer. Het eerste wat hij deed was die media gelijk trekken, die oligarchen aanpakken. Ja. De politieagenten weer macht en respect geven, het leger weer. Want ik denk dat ook. Er wordt te vaak bijvoorbeeld, ook met name door westerse schrijvers, wordt natuurlijk heel erg de kant van de KGB-kant van Poetin. Altijd in negatief licht, hè, wordt dat beschouwd. Maar ik denk dat ook weer juist een positief punt is geweest, want die hele staatsstructuur. Die waar heel veel Russen heel erg blij mee zijn, dat de politie gewoon weer hun werk doet. Grotendeels, er is altijd corruptie. Ja. Maar dat heeft Poetin ook wel veroorzaakt. Die heeft gewoon die KGB-mentaliteit gewoon weer teruggebracht. Orde en. Maarten van Rossum, de bekende historicus, die heeft een keer een paper geschreven. Dat heette De Koude Oorlog is nuttiger dan u denkt. En dat ging er eigenlijk over dat het grote voordeel van de Koude Oorlog was dat veel dingen toch wel enigszins voorspelbaar waren. Ja. En dat het Sovjet-systeem, waar heel veel op tegen was, wel een soort rationele afwegingen maakte.
Je ziet het aan de Cuba-crisis. Had toch heel makkelijk uit de hand kunnen lopen. Ja. Uiteindelijk trekken ze toch terug. Dat ze ook wel inzien van, ja, gaan wij een oorlog voeren om een suikereiland voor de kust van Amerika? Nee. Hè, dus het punt is natuurlijk, doordat Poetin daar weer een echte administratie neerzette in Rusland, hebben wij ook weer een adres waar we mee kunnen communiceren. Ja. Dus in die zin is de wereld overzichtelijker. Ja, en je hebt gewoon weer een tegenstander, weet je, die gewoon waarvan je dingen kan verwachten. Ja, wat ik wel dus heel jammer vind, dat zo is, dat het een tegenstander is. Maar tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook zo. Maar in ieder geval is er weer een partij met wie je... Kijk, onder Yeltsin was men als de dood dat er gewoon een of andere legercommandant eigenhandig een kernbom zou gaan verkopen aan... En ook een jaar voor de verkiezingen, of die herverkiezingen natuurlijk van Yeltsin. Maar Yeltsin weer onder de 20% dook qua peilingen. Maar natuurlijk de Amerikanen ineens weer geld gingen sponsoren natuurlijk om Yeltsin. Maar toen dachten we nog in Europa van, oh nee, de Communistische Partij gaat weer terug aan de macht komen. Want die bestond nog steeds in de jaren 90 natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk de voornaamste vrees. Hè? Nou ja, dat bedoel ik dus. Hè? Reflexen leer je altijd makkelijk af. Of leer je niet makkelijk af. En daar zitten we nog heel erg in gevangen. Je ziet dat ook in het Syrië-conflict. Waarbij Moskou toch bijna automatisch het regime van Assad steunt. Dat wij automatisch aan de andere kant zijn gaan hangen. Waarvan ik denk van ja jongens. Volgens mij kan je daar ook iets origineler naar kijken als je zou willen. En ik vind dat... Ik vind dat wel jammer. En dat noemen ze ook tegenwoordig. Men spreekt dat er is een mist over de Atlantic. Hè? Dus over het Atlantische bondgenootschap hangt eigenlijk een soort doem. Een soort mist op dit moment. En we zitten niet meer in die overzichtelijkere tijd. Ja, je gaat bijna terugverlangen naar de overzichtelijkheid van de Koude Oorlog. Maar dat is natuurlijk dat zou ook onterecht zijn natuurlijk. Omdat net wat ik al zei. Die oorlog werd wel degelijk uitgevochten. Alleen in de periferie. Ja. Hè? Hoef maar naar het Midden-Oosten te kijken. Naar al die conflicten rond Israël. Ja. Dat was zeer koude oorlog gelaten. Het begint al met de Suezcrisis in 1956. Hè? Die dan door Nasser wordt uitgeroepen. Hè? En dat Moskou dan in één keer erkent van... Hey, dit kan als onze man zijn. Ja, dat kan een bondgenoot zijn. Terwijl aanvankelijk de Sovjet-Unie ook naar Israël keek hoor, als mogelijke bondgenoot. Ja. Dus je ziet ook, dat waren ook gelegenheidsbondgenootschappen. Ja. En natuurlijk zeer traumatisch voor het Westen, Vietnam natuurlijk ook, als conflict met als uitvloeisel Cambodja nog een keertje. Ja, wat ik zelf nog wel vraag eigenlijk en wat jouw mening over was, het is nu 70 jaar NAVO en er wordt heel erg trots, komt Jens Stoltenberg en die gaat dan vertellen over de NAVO-missies, maar ook over de vrede die de NAVO heeft weten te bereiken. En dan hoor je natuurlijk ook, de Europese verkiezingen zijn weer om de hoek. En dan hoor je dat ook, hoor je het Frans Timmermans, hè, nooit meer oorlog en de Europese Unie heeft voor veiligheid gezorgd. Maar als we even iets meer naar links kijken van Rusland, hebben we natuurlijk gewoon het Joegoslavië-conflict gehad. Ja. Waarin EU-landen en ook de NAVO natuurlijk nou niet echt een al te positieve rol heeft gespeeld. In het conflict beheersen, om het zo maar even te zeggen. Nee. Bedoel, dat is helemaal uit de hand gelopen. Ja, en een wonderlijke nieuwe staat heeft opgericht. Ja, Kosovo bijvoorbeeld. Ja, en Bosnië. Bosnië, Slovenië. Noem ze alles even maar op inderdaad. Ja. Kroatië. Ja. Nou ja, zeker. Dat is ook wat men... Kijk, ik begrijp het wel. Aan de ene kant wil men natuurlijk een positief verhaal hebben. En men houdt ook vast aan die NAVO. Ook Trump uiteindelijk toch, ondanks de kritiek. Ja, ondanks de kritiek. Maar goed, hij had daar ook gelijk in over die 2% besteding. Zolang je erin zit, moet je gewoon gaan betalen. Dus nou ja, goed. Engeland doet dat keurig, maar de meeste landen niet. Duitsland zit op 1,3% geloof ik. Ja. Nou, het Duitse leger is ook in vrij slechte staat. Ja. Dus dat zijn hele zorgwekkende dingen. Kijk, ik denk dat die als je over de NAVO nu nadenkt, dat er een aantal zaken zijn die van belang zijn. Het eerste is eigenlijk dat, kijk, die NAVO, Amerika was natuurlijk toch altijd de Verenigde Staten, dat is toch de belangrijkste macht, net zo goed als in het Warschau-pact vroeger dat de Sovjet-Unie was. Daar is natuurlijk wel een zekere decline aan de gang van de Verenigde Staten. Ja. Hoewel ik soms ook denk, we praten die ons ook vooral onszelf aan. Ja, want de macht van de NAVO is nog steeds groot. Het is nog steeds gigantisch. Ja. Het budget is eindeloos veel groter dan wat de Russen kunnen opbrengen. Ja, ik zag dat volgens mij iets dat het
dat hele NAVO-budget, of in ieder geval al het geld wat daar naar het leger uitgaat, dat is volgens mij, dat is gewoon bijna 20 keer zoveel als dat Rusland zelf uitgaat aan het leger. Ja, dat de Russische dreiging. Het is een dwerg met een reus vergelijken. Ja, het luchtoverwicht zou ook binnen 5-6 dagen volledig aan best als hand zijn, als er een conflict zou zijn. En volgens mij, als je kijkt naar lidstaten zelf bijvoorbeeld, dan zijn er 6 landen die meer aan het leger uitgeven dan Rusland. Dus Frankrijk, Engeland en Duitsland alleen nog even meer uit. Ja. Individueel dan de Russen. Dus ik hoe groot is de Russische dreiging nou militair? Nou ja, ik denk dat wordt overschat. Dat wordt overschat. Maar aan de andere kant, daarom zeg ik ook, het is vooral ook een beeld wat we hebben over onszelf. En wat ook door politici eigenlijk op een of andere manier wordt aangepraat. En ook door Fidelik. We leefden eerst in een soort triomfalistische tijd, eigenlijk kort na de Koude Oorlog. Toen waren we te arrogant. Ja. En nu zijn we te bescheiden. En zijn er in één keer grenzen kunnen in één keer niet meer gehandhaafd worden. Alsof dat een soort heel exotisch standpunt is. Dat een grens dicht moet zijn. Dus je ziet dus dat er wonderlijke ontwikkelingen zijn. Dus dat is eigenlijk een soort mentale decline. Want ook de economie van de Verenigde Staten is nog altijd groter dan die van China. Die van de Europese Unie is weer groter dan die van de Verenigde Staten. Dus ik denk, kom op, waar hebben we het over? Er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar het moet ook tussen de oren goed zitten met mensen. En met dat geldt natuurlijk ook voor landen en een waardegemeenschap, wat die NAVO natuurlijk toch ook is, net als de Europese Unie. Alleen dan de militaire tak ervan. Dat noemen ze tegenwoordig dan als eigenlijk die tweede uitdaging, de multi-order impact. Dus je ziet eigenlijk dat, vroeger was dat natuurlijk een bipolaire wereld. Je had de Sovjet-Unie, je had het Westen, het Warschau-pact tegen de NAVO. Nu zie je dat het ingewikkelder is geworden. Je hebt de Verenigde Staten. Materiaal geworden, die wat meer een alarmgang maakt dan onder Trump dan in het verleden. Je hebt de Europese Unie, dat worstelt eigenlijk met zijn eigen identiteit. Wat willen we nu? Gaan we wel of niet naar een Europees leger? Sterker nog, gaat die Europese integratiepolitiek überhaupt wel lekker lopen? Dat vind ik ook zoiets mooi met het Europees leger. Hè? Ze lopen altijd over de Europese integratie te praten. Maar zie jij het nou voor je dat over 5 jaar als een Europees leger hebben, dat Duitse soldaten luisteren naar een Italiaanse leidinggevende, naar een... Dat is wel wat een Europees leger moet worden. Hè? Dat natuurlijk... ik heb wel gezien, dus dat, kijk, mentaliteiten kunnen toch wel snel veranderen. Dat zie je dus kan. Eigenlijk net aan dat voorbeeld van net. Maar het punt moet zijn, die Unie moet gewoon functioneren. Kijk, het feit, we hadden een politieke Unie, we hadden een douane-Unie, we hebben een monetaire Unie gehad. Daar kreeg je dat Griekenland probleem op, we kregen een migranten-identiteitscrisis daardoor. We kregen een Brexit die daaruit voortkwam. We hebben nu de Hongarije bouwden een hek. Een hek. Dat werd vervolgens de deurmat van Europa. Waar iedereen volgens mij ook, heeft ook een hek gebouwd. Ja, nu willen we allemaal afgesloten. Nu willen we allemaal een hek. En, maar men komt niet terug op die standpunten. Dus we krijgen een soort... We krijgen een soort schizofrenie waarin allerlei ideeën niet mogen worden uitgesproken. Waarin ook het opkomen voor de nazistaat eigenlijk al een soort verdacht politiek standpunt is. Dus Europa worstelt met zichzelf. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Je hebt dus de decline van de VS. Europa in het multi-order impact idee wat worstelt met zichzelf. Je hebt Rusland natuurlijk als toch weer... verrassend een nieuwe grote speler op het toneel. Komen altijd terug, die Russen. Komen altijd terug. Weliswaar, we hebben dat net al gerelativeerd, moeten we dat ook niet overdrijven. Maar is wel bereid om consequent puur klassieke geopolitiek toe te passen. Wat we zagen op de Krim. Ja. En je ziet het nu eigenlijk ook in de landje pik rond dat Donetsk, Kolobasset in Oost-Oekraïne. We zagen toch een staaltje van. Er is nu net dat proces in Montenegro, toen Montenegro voor de NAVO zou tekenen, dat daar een staatsgreeppoging is geweest. In 2017 is Montenegro toegetreden. En die staatsgreep zou Russisch georganiseerd zijn geweest. Dat proces is net aan de gang in Montenegro. Dus je ziet dat die Russen, laat me zeggen, dat wel zo durven te spelen en ook de weg naar de digitale wereld ontdekt hebben. Dan hebben we Turkije, ook een lastig verhaal. Ja, want die hebben natuurlijk in 2004, was net een jaar of een half jaar, was die Irak-oorlog bezig. Dan hebben ze natuurlijk dat artikel 4 geactiveerd binnen de NAVO. En dat betekent natuurlijk dat ze eigenlijk, dat ze meer een soort verdedigingsmacht hebben natuurlijk. Wat ik ook wel begrijp,
Wat ik ook begrijp, los nog van de specifieke Turkse situatie, want we hebben daar, laten we zeggen, nou niet het schoolvoorbeeld van een westerse democratische leider met Erdogan. Maar het NAVO is ook meer en meer een direct, qua grondgebied, aansluitend geworden aan conflictgebieden. Ja. Dus dat vraagt ook wel, je bent ook veel makkelijker in het conflict dan voorheen. Hè, tot nu toe zat je me vooral in ieder geval in Europa op de radar te kijken of er wel of niet een raket zou komen invliegen. Ja, of er een raketje voorbij kwam. Ja, en nu is het natuurlijk anders. Daar zijn gewoon lastig controleerbare oorlogen aan de gang. Maar, Irak en Syrië. Ja. Waar de Turken ook weer hun eigen agenda in hebben. Ja, en die hebben nu best wel een machtsfunctie gekregen binnen die NAVO. Omdat ze op een cruciale plek zitten natuurlijk. Ja, maar dat was ook altijd de reden waarom ze er überhaupt ook in zaten. Ja, ze zijn natuurlijk, die plek is hun kracht en die is hun probleem. Want Atatürk zei het al, de Turken hebben geen vrienden op deze wereld. Nee. En ik denk dat dat ook klopt en dat heeft te maken met de scharnier waarop ze zitten. Ja, die dubbele culturele achtergrond natuurlijk, die trouwens ook de Russen hebben. Hè, natuurlijk, hè, dat Eurasiatische element erin. Dat eigenlijk natuurlijk Turkije ook eigenlijk heeft. Dat klopt, maar Rusland heeft wel natuurlijk de diepte van zijn land. Ja. En Turkije is ook een groot land, maar die zitten toch wat ingewikkelder, denk ik. Die hebben aan de ene kant je hebt de Soenieten, Shiiten, maar je hebt natuurlijk ook de etnische grenzen. Ja. Hè, de Slavische volkeren, het Byzantijnse, wat grenst eigenlijk aan het Turkse. En het Arabische. Dat is geen makkelijke positie waarvoor zitten. En je ziet ook, Erdogan heeft zijn eigen veiligheidsbelangen gedefinieerd, letterlijk van Jeruzalem tot Sarajevo, in een van de toespraken. Dan denk ik dat die heeft niet even eerst met de NAVO gebeld van hoe zal ik dat gaan definiëren. Dat begrijp ik dus met, dat bedoel ik dus met de mist die over het Atlantisch Bondgenootschap op dit moment heerst. Dus Turkije is een risicofactor. Een ander punt is dat de westerse normen die wij eigenlijk maar internationaal als bijna vanzelfsprekend waren gaan aannemen, het Fukuyama-achtige idee van de wereld is zoals die is en het Westen heeft met 10-0 gewonnen en de geschiedenis is eigenlijk ten einde. Maar zaken als individualisme, democratie en de rule of law zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Nee. Sterker nog, er zijn ook nu drie NAVO-lidstaten waarvoor dat eigenlijk niet meer opgaat. Hongarije, Polen en Turkije. Dus binnen onze eigen gelederen hebben we inmiddels landen waarvan je kunt afvragen wat is nog het democratisch gehalte. Los nog van het feit dat ongeveer 5% van de wereldbevolking in een westerse type democratie leeft. Dus als je het geopolitiek ziet, zijn wij een soort eiland in een wereld die op een heel ander niveau, en dat is natuurlijk ook het gevaar, en ook van het idealisme, als mensen denken dat wat wij hier vinden heel gewoon is en dat je dat met de hele wereld zomaar kunt delen zonder gevaar te lopen, is dat een hele naïeve gedachte. Dus het verminderen, dat is ook een decline eigenlijk van die westerse waarden, vind ik een belangrijk punt. Daarbij zijn natuurlijk ook de complexiteit van de dreigingen, die zijn ook veranderd. Ja, En dat is niet overzichtelijk geworden. Het is niet alleen maar weer kernwapens. Nee. Biologische wapens natuurlijk. En je hebt dat mooie boek van die Martin Krefeld, die Israëlische strategische denker, die praatte al heel vroeg over die asymmetrische conflicten. Ja. Het zijn niet meer, kijk, in de Griekse oudheid was het heel makkelijk. Heel Griekenland was heuvelachtig en bergachtig. Ja. Maar op die ene vlakte sprak je af. En op dat voetbalveld ging je met die twee phalangen tegen elkaar duwen. Maar ja, zo is het niet meer. Nee, nee. Dus die asymmetrie is een groot probleem. Dat heeft natuurlijk ook met terreur natuurlijk te maken. Ik denk dat we eerlijk gezegd nog niet af zijn van die radicaal-islamitische terreur. Nee, want IS was gewoon, dat was gewoon een tak van het jihadisme. En er komt sowieso gewoon een nieuwe organisatie die even succesvol gaat worden, helaas. Dat denk ik ook. Dat hebben we tot nu toe al gezien. Het is gewoon een continuïteit op dit moment. Dat denk ik ook. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bepaalde regio's. Hè, bijvoorbeeld die Sahel-Sahara-regio. Dat is dus een van de nieuwe gebieden die heel instabiel gaat worden. Grote vrees is er nu voor Libië. Ja. Ik ben wat dat betreft blij dat de Russen daar klassieke geopolitiek uitvoeren. Die generaal die zij nu steunen, dus eigenlijk een oude voorman uit het leger van Gaddafi, die rukt nu op naar Tripoli. Die heeft dan gewoon georganiseerde brigades en divisies onder zich. Ik denk, wat het beste steunt is weer een idee. Maar ja, ideeën kunnen zo uit de boel gegrepen worden, geherinterpreteerd worden.
Ja, weet je, dan krijg je die Obama-politiek van nee, maar we brengen vrijheid en democratie. Ja. En dat hebben we gezien bij Libië, want daar heeft de NAVO met Obama natuurlijk geïnterveneerd. Ja, je kunt niet nou, de hele wereldproblemen oplossen met yes, we can. Hè? Nee, precies. Het moet wel een sterkere... Ik zie Trump daar niet zo snel ingrijpen. Dus ik denk eerlijk gezegd, ik hoop eigenlijk dat de Russen orde op zaken stellen in Libië. Of dat er de NAVO toch een rol voor zichzelf ziet. Maar ja, dan moeten we oppassen, want dan staan we daar weer met de Russen tegenover elkaar. Ja. Dus ik denk wat dat betreft, goede relaties met Rusland zijn sowieso belangrijk. En daar zouden we veel, veel harder aan moeten... Aan moeten werken. China is natuurlijk ook een belangrijk punt. Ik geloof erin dat we, net als met Rusland, heel tactvol moeten omgaan met China. Maar je moet wel vanuit machtspolitiek met ze praten. Want de Chinezen zijn nog net geen Noord-Koreanen, maar ja. Het lijkt maar er wel een klein beetje op. Zij zullen wel vanuit macht hun positie bekijken. Maar dat komt ook, gewoon door die Chinese hiërarchiecultuur natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. En, een vertoetelpolitiek gaat niet werken bij ze. Nee, dat denk ik ook. En je ziet dat ook in de Zuid-Chinese Zee, hoe ze daar aan de gang zijn. Je ziet ook dat zij natuurlijk met een enorme hiërarchische discipline werken. Die geboortepolitiek heeft ervoor gezorgd dat er 300-400 miljoen minder Chinezen zijn op dit moment. Dus ik vind het wel knap dat ze dat er doorheen gedrukt hebben. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook wel iets engs. Want je ziet dus hoe ongelooflijk sturend zo'n overheid kan werken. Ja, en ook de slaafsheid van de Chinese cultuur. Enorm. Kijk, je kunt het dan wel weer gelijk bij zeggen. Dat dat weer ter relativering van de Chinese macht. Want iedereen zegt, China gaat de Verenigde Staten binnenkort voorbij. Ja. Ik denk dat dat wel meevalt. En de groei die je nu ziet, wordt dus ook op deze manier bewerkstelligd. Hè? Ja. Het is, kijk, als wij in Nederland besluiten met een miljoen mensen minder te zijn, dan verdienen we, zijn per hoofd van de bevolking ook in één keer rijker. Hè? Of je daar nou structureel echt een machtiger land van wordt, dat is toch de vraag. Dat is toch de vraag inderdaad, ja. Dus maar goed, ik vind dat een beetje moeilijk in te schatten. Maar China is natuurlijk wel een grote uitdaging. Dus dit zijn de problemen, laten we zeggen, van de NAVO. Waar ze nu mee spelen. Op dit moment. Ja, nou ja, voor de toekomst staan natuurlijk voor een aantal uitdagingen. Kijk, de eerste plaats, ik denk we moeten ook niet te pessimistisch zijn. Er staan nog steeds Amerikaanse troepen in West-Europa. Ik denk dat dat goed is. En alleen Trump vindt, mag die rekening nou eindelijk eens een keer naar jullie sturen in plaats van... ik vind dat hij daar gelijk in heeft. En ik denk dat wij voor relatief weinig geld een hoop veiligheid afkopen. Het is niet zo dat die 35.000 man in Duitsland en 12.000 in Italië en 8.000 in Engeland, dat die ons nou letterlijk beschermen tegen wat er gebeurt. Maar het is dat artikel 5... Ja. Wat dan toch wel heel concreet wordt, doordat er gewoon letterlijk troepen hier staan. Dus dat zie ik wel zitten. Een lastig punt is op dit moment, Duitsland is wel bereid om een miljoen Noord-Afrikanen op te vangen, maar niet bereid zijn strijdkrachten fatsoenlijk te betalen. Dus dat is een lastig punt. Ja. Als je ze optelt, de Britten, Fransen en Duitsers samen, dan hebben ze ongeveer 63% besteed van wat ze zouden moeten besteden. Ja. Dus dat is nogal een gat, want de Britten zijn aardig bij in hun betaling. Ja, dus dat betekent dat Duitsland en Frankrijk achterloopt. Enorm. Die liggen enorm achter en ik begrijp hun problemen. Die Macron die zit vooral met de gele hesjes in zijn maag. Merkel heeft zich toch helaas ontpopt tot een hele utopistische dromer. Toch een beetje die statiementaliteit die er tussendoor is. Dat is bijna voor psychologen om dat eens te analyseren wat het hier nu precies... En ook vooral haar kanteling in haar regeertijd. Ik moet zeggen dat ik niet veel kritiek op haar had tot de zomer van 2015. Ja, tot Wim Schaffendas kwam. Ja. Dat heeft iedereen verrast. Ik vond ook volkomen, los nog van alle consequenties, ik vond ook volkomen ondemocratisch wat daar gebeurde. Ja. Het was ook tegen alle regels en afspraken in. Kijk, als wij dan willen dat wij van law and order, of in ieder geval van een rechtsstatelijk systeem, of rule of law moet ik eigenlijk zeggen, dat het Westen daarvoor staat en de NAVO daarvoor staat, dan moet je daar ook aan houden natuurlijk. Ja, vooral omdat ze ook gewoon die mensen eigenlijk waren inderdaad gewoon uitnodigd en opriep om te komen. Ja.
Maar die Balkanlanden die zeiden van nee, dat kunnen wij gewoon niet aan. Kijk, wat ik wel denk wat goed is nu op dit moment. Onder Trump hebben we een terughoudende interventiepolitiek. En ik denk dat dat wel goed is. Er zijn zoveel onzekerheden op dit moment in het Westen zelf. Met name eigenlijk in Europa. Dat ik denk dat die zekere terughoudendheid, laten we zeggen, geen kwaad kan. Er is in Duitsland nu zo'n nieuw paper opgesteld van die Bernhard von Bülow. Van Bülow moet ik zeggen. En dat is een stuk wat eigenlijk nu pleit voor Duitsland moet weer hermilitariseren. Ja. In ieder geval voldoende dat het binnen die NAVO ook zijn rol kan vervullen. Die het gewoon ook economisch en machtspolitiek toekomt. Het is natuurlijk toch wel wonderlijk dat je zo'n enorme economische reus hebt. Ja. Die militair volkomen impotent is eigenlijk. Dat is toch weer een ander uiterste wat je hebt. En ze zijn nu weer bezig op dit moment om gewoon zware gemechaniseerde eenheden te bouwen. Wat Nederland trouwens ook totaal. Wij leasen nu tanks van Duitsland. Ja. Ja. Dat is toch ook wonderlijk, hè? Ja, maar dat was zelfs bij bij 5 mei in Wageningen dat er dan twee tanks rijden. Weet je, bij de bevrijdingsdagparade. Want dat zijn ook de enige twee tanks die we volgens mij zelf hebben in Nederland op dit moment. Ja, en de rest. En ik ben bang dat die uit Duitsland komen. Ja, die twee. Dat misschien nog Duitsers aanwezig zijn, ja. Nou ja, het is ongelooflijk. Dus ze zijn daar nu wel mee bezig. Dan moet in 2023 moet Duitsland dat weer min of meer op poten hebben. Dus er gebeurt nu wel wat. Maar het is laat. Het is heel laat. Het is heel laat. Kijk, het ademt nog steeds een beetje de sfeer uit van het westerse gedachtegoed is een beetje de norm in de wereld geworden. En we kunnen ons bijna niet meer inbeelden dat het anders is. Maar we worden natuurlijk in snel tempo eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. En we zien dus dat de wereld in beweging is, niet stilstaat. Dat de westerse voormachtpositie in het gedrang is gekomen. Wat volgens mij helemaal niet zo zou hoeven. Ja. Want als Europa nu wel. Kijk, ik denk als je een redelijk functionerend Europa zou hebben. En je geeft de gebieden een beetje een feodaal interne. Laten we zeggen, mogelijkheid. Kijk, waar ik heel erg op tegen ben. Is dat de Europese Unie zich gaat bemoeien. Of de Franse kaasjes wel helemaal conform de Europese regels zijn. He, dat soort zaken, daar irriteer je iedereen enorm mee. Ik denk, laat dat soort dingen nou gewoon aan het federale, ik zei feodale net, ik bedoel het federale Europa. Geef daar die ruimte en organiseer nou een aantal dingen gewoon wel goed centraal. En ik zou zeggen, zorg dat je grenzen onder controle zijn. Dat is toch gewoon een begin. Ja. Als je een huis bouwt, zorg er ook dat je slot in orde is. Ja, precies. Je gaat niet slapen met de deur open. Nee. Dus dat hoort voor Europa ook. Regel dat. Zorg dat er een vrij verkeer is van goederen en mensen binnen Europa. Ik denk dat dat heel goed is. En daar zou best bij passen een Europese krijgsmacht. Maar ik denk wel in die volgorde. Ja. Je kunt het niet andersom doen. Nee, niet andersom. Niet eerst een leger. Want dat ben ik met je eens. Dan ja. Dat werkt gewoon niet op die manier. Nee, dus je moet dat verdienen. En dat noemen ze dus, hè, binnen die NAVO-kringen, dat noemen ze de Permanent Structured Cooperation, de PESCO. Daar moeten we naartoe. En mijn idee voor de toekomst zou zijn, kijk, Duitsland wil in 2023 zijn leger weer min of meer in basis in ieder geval op orde hebben. Ik zou zeggen, en dat zou verschrikkelijk ambitieus zijn, laten we proberen in Europa in diezelfde tijd de boel politiek stabiel te krijgen. En ik denk, we moeten economisch er nog aan werken dat we geen Griekenland-achtige toestanden krijgen. Want daar horen we nu weinig over, maar volgens mij rommelt het nog aan alle kanten. En Italië met die Monti, die pakt de bank en zo, dat gaat ook allemaal compleet verkeerde kant op. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, kijk, ik denk dat best solidariteit te vinden is in Europa. Als we maar weten dat je kunt de euro maar één keer besteden. Dat het gewoon goed besteed wordt. En dat we er een veilige, mooie interne markt voor terugkrijgen. En een stabiel Westen. En ook een Westen dat westers is. Ik denk dat de belastingbetaler dat ook graag wil. En op dit moment is er denk ik te veel luchtfietserij in Europa. Waardoor dat moeilijk gaat. En ik denk dat deze interne Europese zaken zich weer spiegelen ook weer in de toekomst van de NAVO. Die dingen hebben volgens mij met elkaar te maken. Als wij dit niet goed geregeld krijgen, zal de NATO
verwateren. En dan zie je ook dat landen als Turkije een soort alleingang aan het maken zijn. Die dan eigenlijk denken, ja god, ik trek gewoon Noord-Irak binnen of Noord-Syrië binnen. En ik regel gewoon mijn eigen zaken. Ik vind het nogal wat daar gebeurt. En ik vind dat het Westen dat eigenlijk erg makkelijk over zijn kant heeft laten gaan. Maar ja, wie is het Westen op dit moment? Hè? Ja, dat is ook een goede vraag. Als wij onze eigen identiteit nauwelijks willen benoemen, als we dat zelfs eigenlijk al een soort verdacht vraagstuk vinden. Ja. Als wij niet meer uit natiestaten willen bestaan, dus ook geen, als we zodanig geen identiteit meer erkennen. Ja, dan is het heel erg moeilijk. Ik denk, volkeren die hun grenzen niet willen erkennen, houden ook op volkeren te zijn. Ja, of überhaupt grenzen ontkennen. Hè? Grenzen ontkennen. Wat die cosmopolieten natuurlijk maar altijd gaan doen. Nou ja, we zitten dus ergens in een val. We hebben Fukuyama nog niet helemaal afgezworen. We zitten nog steeds eigenlijk in een soort nasleep daarvan. Terwijl de wereld om ons heen dit met harde hand gaat corrigeren. Ja. Dat is eigenlijk waar we in zitten. Ja. Dus wat dat betreft, De verkeerde politiek denker gevolgd. In plaats van Huntington zijn we achter Fukuyama aangegaan met het idee dat de liberale democratie toch alles overwint. Ja, het rare is dat iedereen het volgens mij over eens is verder dat die Fukuyama inmiddels achterhaald is. En toch blijft dat blijven staan. Qua beleid blijft hetzelfde doen. Nou ja, dat is het, die meme. Hè? De ideeën die drijven zichzelf voort, blijven bestaan. Dat zie je ook in de cultuur. Je ziet in processen als cultuurmarxisme. Ideeën worden de wereld ingebracht en zijn niet zomaar weer verdwenen. Terwijl wat Huntington brengt is niet zozeer een idee, maar gewoon een realiteit. Ja. Dat is gewoon een analyse. Van, ja, want die kwam helemaal niet met de politieke filosofie of zo. Nee, die praat niet zozeer. Die praat wel over cultuurinvloeden, maar laat me zeggen, het modieuze identiteitsdebat of diversiteitsdebat. Daar heb je al een van de lastige kwesties natuurlijk te pakken. Want als we allemaal heel divers willen zijn, hoe krijgen we dan ook weer één Europa? Maar dat is dan het enige punt waarover je niet divers mag zijn. Ja. Dus dat is dan weer de schizofrenie binnen de gedachte zelf. Ja, dat zijn hele lastige vraagstukken. En voor de NAVO is wat mij betreft dit voor de, nou laten we zeggen, de, kijk, 2023 is snel. Voor de komende 15 jaar zal dit de grote uitdaging worden. Nou, dankjewel Perry. Voor weer een leerzaam uurtje. Dankjewel. Heb je nog voor de luisteraars, heb je nog actualiteiten, weet je, die, waarvan je zegt, die moet je in de gaten houden, of boeken die over dit soort onderwerpen gaan? Ja. Dat is een deel al besproken natuurlijk. Ja. Nou ja, ik heb bij vorige lezing had ik het boek van de Huntington al benaderd. Dat vond ik een belangrijk werk. Wat ik toch ook niet slecht vind, is, we hadden het over de Koude Oorlog ook, als beginfase. Je hebt een boek van die Stephen Ambrose. Ja. Die heeft een aantal hele aardige boeken geschreven. Rise to Globalism. Onder andere over de Amerikaanse politiek. En ik denk dat dat een heel leerzaam boek is. Ik heb het destijds ook nog op de universiteit gehad. Maar het was niet in alle buitenlanden stond het ook op de lijst. Dus dat was toch een boek wat niet algemeen die erkenning heeft gehad. Komt omdat de auteur ook een wat populair werk heeft geschreven, wat misschien later zijn academische naam weer wat aantasten. Het is ook een beetje een veelschrijver, maar dit is wel een belangrijk boek. En hij heeft bijvoorbeeld het begrip Accidental Empire geïntroduceerd, waarin hij zei, de Amerikanen streefden helemaal geen wereldmacht na. Zij werden het gewoon in één keer. En dat vind ik wel weer aansluiten bij de gedachte uit het ideeëngoed wat een wereld verovert. En nou ja, ik denk Rise to Globalism, dat zou denk ik het is een wat ouder boek, maar een goede aanrader. Nou, dankjewel Perry, weer voor een leerzaam tijd en ook voor deze boekentips. Dankjewel. En wellicht meer tot de volgende keer. Deze podcast werd opgenomen door Bart Rijmerink. Heeft u nog tips over toekomstige sprekers of toekomstige onderwerpen? Neem dan contact met ons op via onze mediakanalen. Thank you.
Thank you.